Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met Wereldse Gebeurtenissen, filmpje 107. Wat een weer. Ja. Volgende week, als het goed is, krijgen we langdurig zomerweer. Tenminste, dat is wat ze ons voorspeld hebben. We moeten maar kijken wat het wordt. We hebben nu vochtig weer. Het is echt vochtig. Nou, ik heb niks te klaar horen hier in Friesland. Ik vind het gewoon heel vervelend dat mijn was niet droogt. Maar ik ben veilig. Dat is belangrijk. Want onze zuidelingen, Limburg, en dat zal ook rondom de grote rivieren in andere delen van het land zo zijn, maar ook onze zuidenburen, onze Belgen. Ik wil jullie eerst een hart onder de riem steken. Heel veel sterkte. Wij bidden voor jullie. Wij vragen de engelen om hulp. Maar ja, dit is wel moeder aarde. En daarin gebeuren soms zaken. Ja. Dat moeder aarde haar een weg baant. Op zich. En natuurlijk is het hartstikke vervelend als je net verbouwde huis een meter water in staat. Maar het is ook wel goed om voor de rest van Nederland te beseffen dat er nog ander nieuws is dan het nieuws waarmee wij gevoerd worden. Dus wij mogen ons ook concentreren op jullie en hulp geven wat wij kunnen. We kunnen even een kaarsje aansteken, we kunnen hulp vragen van boven. En als het moet, dan gaan we zandzakken brengen. En dat zag ik, de militairen kwamen zandzakken brengen. En denk ik, goh, hè, ze doen wat nuttigs. Goed, op Telegram hebben wij gisteren een bericht gehad over militair 17. Met alle berichten, al hoe geweldig ze ook lijken, ik ben altijd gereserveerd. Ik ga niet gelijk, ik heb het wel gedeeld. De boodschap was natuurlijk heel belangrijk. Is nog steeds belangrijk. Maar daarbij heb ik ook mijn vraagtekens. Ik ben niet gelijk in euforische stemming dat ik denk van wow, onze militairen komen in opstand. Ten eerste, deze man is een oud militair. Ik zou het echt, het is super dapper wat die beste man deed. Maar ik heb wel maatjes erbij. Waarom heb ik dat? Ja, dat zal ik jullie uitleggen. Nou, heel simpel. We moeten met alle nieuwsberichten op de wereld kritisch zijn. En hoe kan een militair dit ons vertellen? Heel veel dingen wisten wij ook wel. Als je gewoon goed nadenkt, weet je dat de militairen zo corrupt zijn als maar kan. Het draait allemaal om geld en macht. Dus dat is ook onder de militairen zo. De uitzonderingen daar gelaten. Maar deze man, die heeft een burn-out. Die is overspannen, zegt hij zelf. Hè? Komt uit dat traject vandaan. En dan gaat hij met zijn kop boven het maaiveld uitsteken. Dat vind ik een groot risico. Want ik weet, ik ben al 15 jaar bezig met mijn winkel. Met zaken vertellen. Ik heb over de Mexicaanse griep ook lezingen gehouden. Dus op het moment dat jij je bekje open doet, dan kan jij modder verwachten. En dan moet je niet verschrikken. Dat moet je negeren. Aan de kant leggen. En nou had hij al 21.000 volgers. En dan denk ik, jongen, je bent hartstikke goed bezig. En als jij authentiek bent, dan ga jij gewoon verder. En als jij militair bent, dan weet je dat dit jou te wachten staat. Want hoe denk je anders dat loyale militairen tegen jou gaan reageren of anderen? Jongens, ik heb het laatst zelf ook gehad op Twitter. En misschien maak ik mij helemaal niet populair met dat ik dit zeg. Van, goh, je kan verwachten als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dat jij van allerlei shit over je heen kan krijgen. Alle vloggers hebben daar last van. Maar als je dan militair bent geweest, dan vind ik dat jij mans genoeg moet zijn om dat te kunnen handelen. En het maakt niet uit wat ze over jou schrijven. Dat betekent
alleen maar dat jij in de picture bent. Dat jij iets bereikt. Chapeau, je doet het goed. En nu die negatieve dingen aan de kant leggen. En doorgaand. Jullie weten zelf ook. Ik heb zelf ook genoeg dingen op mijn pad gehad. Ook doodsbedreigingen. En dan denk ik, jongens, kom op. Het is prima. Als mensen elkaar dat willen wensen. Dan zijn wij nog lang niet toe aan een nieuwe wereld. Ik hoop het wel. Ik hoop dat mensen gewoon wel tot bezinnen komen. En dus deze militair. Overal moet je kritisch in zijn. Dus hoe authentiek is deze man? En hoeveel mag hij zeggen? En vanuit die hoeveelheid, wat is geprogrammeerd? Er zijn, ja, dus kijk, ik ga er verder niet veel over zeggen. Dit is denk ik al genoeg. Gisteren had ik ook een stukje op mijn groep gezet. Dit is mijn mening. Ik kijk kritisch naar dit soort zaken. Zeker als het een militair is. Want als je militair bent, dan ben je wel wat gewend. En wat hij vertelt, dan moet hij wat gewend zijn. En je kan dit verwachten. Je kan verwachten dat je tegenspraak en commentaar krijgt. Er zijn drie mensen in Nederland die gaan al deze mensen bij langs. Nou, prima. Moeten ze gewoon lekker doen. En blijf bij jezelf. En dat is belangrijk. Lukt mij ook niet altijd. Ik ben ook wel eens boos. Maar ik weet wat ik kan verwachten. En dan ben ik maar een simpel vrouwtje uit Noord-Burgum vandaan. Dus als militair ben ik toch wel strenger. Dat ik denk van, ah, kom op jongen. Je moet wat gewend zijn geweest. Want anders dan was je niet zo'n soort militair geweest. Goed. De militairen gaan helpen in Limburg. Top. Daar zijn ze voor bedoeld. Hartstikke goed. Dus daar gebeurt wat. Dat is wel heel handig dat daar wat gebeurt. Maar ook in Duitsland, vanuit Oostenrijk, de Alpen, daar komt het water vandaan. Ik denk dat we er nog wel eventjes last van hebben. En gisteren toen zag ik even op één. En eigenlijk had Reinier van den Berg het nog niet eens zozeer over klimaatverandering. Hij legde gewoon heel mooi uit hoe dat hoge en lage drukgebied functioneerde. Dat het als een wasmachine was. En op het moment dat die hoge en lage drukgebieden weer gingen verplaatsen, dan houdt dat wasmachine effect op. Dat is een zeldzaam effect wat zo nu en dan optreedt. En dat heeft helemaal niets met klimaatverandering te maken. Ik dacht gisteravond, ik moet even zien wat er in Nederland verder gebeurt. En ik wou ook inderdaad even zien wat er in het zuiden gebeurt. En toen was er ook zo'n dijkgraaf uit Limburg. En die had het gelijk alleen maar over klimaatverandering. En die verbinding was ook niet goed. Er was heel veel rumoer en ruis op de lijn. En dus daar gebeurt wel van alles. Dan hadden wij de avond ervoor bij Umberto. Nou, ik heb het filmpje gedeeld. Velen van de groepen op Facebook, op Telegram. En Facebook kan dit bijna er niet afhalen. Want die hartstikke aardige, lieve dokter Gommers, die is eerlijk. Ik ben zo blij als artsen eerlijk zijn. Echt waar. Twee keer toe vertelt hij gewoon dat jullie, als je een vaccinatie neemt, ingespoten worden met de Delta variant. Nou, had hij zich nou versproken? Of meende hij dat nou echt? Hoe vooral kritisch blijven. Dus dat was best wel een heel fijn dingetje. Ja. En eigenlijk was het ook propaganda om ervoor te zorgen dat mensen die in het ziekenhuis, en daar was Umberto ook erg mee eens, dat mensen die in het ziekenhuis werken, die moeten een spuit. En dan zegt Brit zo heel fijn, ja, maar het is toch jouw lichaam. Nou ja, dan kunnen ze ook wel op kantoor werken, zegt Umberto. Dus dat is propagandamachine, jongens. Het is belangrijk dat je weet dat je nooit en ten nimmer verplicht mag worden gestoken door zo'n wesp. Dat mag gewoon niet verplicht. Waarom ben ik daar zo zeker van? Nou, dan ga je even naar de website waar de rechten van de mens op staan.
En daar staat ook heel simpel in dat jij mag beslissen over jouw lichaam. Niet jouw werkgever, niet jouw familie. Jij als volwassene mag daarover beslissen. Op het moment dat je minderjarig bent, kan een regering wel zeggen vanaf 12 jaar mag het kind zelf beslissen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is goed om met een kind te overleggen. Maar een kind moet ten alle tijde zelf die beslissing nemen. En jij kan daarin wel adviseren. En jij kan ook zeggen op een gegeven moment, als jij zeker van jouw zaak bent, mag jij tot het kind 18 jaar is ingrijpen. Dat wordt in de medische wereld wel eens vergeten. We hebben zelf met zorgauto gezeten. En vanaf 16 jaar dat tel je eigenlijk niet meer mee als ouders. En dat mag niet. En ze gaan finaal om je heen. Maar hou je rechten in peil. Dat is belangrijk. Of je nou wel of niet gestoken wilt worden. Het is beide keren belangrijk. Want het is jouw beslissing. Niemand anders zijn beslissing. Ja, maar. Dan kan ik niet op vakantie. Larikoek. Je kan niet naar het buitenland. Maar dat kan je nu zometeen ook niet meer. Ja, maar. Dan kan ik mijn familie niet zien. Dat ligt aan jouw familie. En dat geldt weer voor beide kanten. Dus, ja maar, ik heb geen werk meer. AAA. Dat mag niet. Dat is discriminatie. En ja, dat is vervelend. Want dan moet je vechten. Ja, dan moet je dus echt voor je, en durf je niet voor jezelf op te komen, wil je gewoon zekerheid en veiligheid. Ja, dan kan je een keuze maken die voor jou het makkelijkste is. Ik hoop dat je dan over een paar jaar nog steeds blij bent met die keuze. Onderzoek dat. Dat is heel belangrijk. En kijk, dat soort dingen. Ik heb nu een filmpje op mijn Lumeria pagina gezet op Facebook. Dat staat er nog steeds. Die wetenschapper, ik niet hè, vrouwtje uit Noorden. Nee, een wetenschapper heeft uitgelegd. Factcheckers hebben natuurlijk weer wat anders eronder gezet. Wetenschappers hebben uitgelegd wat het effect is na de tweede lesbesteek. Het is handig om te kijken. Ik ben heel blij dat hij op Facebook staat. Want op Telegram weten heel veel mensen al wat de gevolgen zijn. Dus het is heel goed om na te denken welke beslissing jij neemt. Het is niet een andere beslissing. Het is jouw beslissing. En die is dan ook goed, hè? Dus een werkgever mag jou niet verplichten een wesbesteek te nemen. En wat als jouw werkgever dat wel direct of indirect doet? Hij zal het indirect doen, want hij weet dat volgens de wet hij dit niet mag. Dus de chefs, bazen, voorlieden, directeuren zullen op een beslissende toon, doch dwingende toon, zeggen dat het noodzakelijk is ten behoeve van het hele team en de mensen waarmee je werkt, of je nou in de zorg werkt of niet, dat je gevaccineerd wordt. Oh, dan zijn ze toch het woord. Dus, wat kan je dan doen? Dan zeg je, mooi luisteren, beste baas. Stel je voor je wilt het wel, nou, dan heb je dat gedaan. Prima, jouw beslissing. Stel je voor dat je het spannend vindt, omdat je toch heel veel berichten krijgt van BitChute, van Rumble, van Telegram. Blackbox heeft een paar hele goede uitzendingen gemaakt, waarin toch wel heel veel problemen ontstaan. Dus misschien word jij daar wel wat bang van. En dan zou je tegen jouw werkgever kunnen zeggen, goh, moet luisteren. Ik denk erover na. En volgend voorjaar, na de winter, wil ik kijken of ik het vertrouwd genoeg vind om de behandeling te nemen of niet. Maar je moet me tot die tijd de kans geven om in ieder geval de juiste keuze te kunnen maken, want het is nog niet goedgekeurd. Ja, zegt mensen, ga maar naar het RIVM, ga daar maar heen, overal goedgekeurd. Ja, het experiment is goedgekeurd. Maar ik zou daar nog eens onderzoek
nadoen. Dus dat is belangrijk dat jij weet dat jij de keuze hebt. Ze mogen jou geen ontslag geven als jij geen behandeling hebt gehad. Mocht het wel zo zijn, dan neem je een advocaat in de hand en dan wijs je op de universele rechten van de mens, integriteit van lichaam. En dus dat zijn wel hele moeilijke, lastige dingen hoor. Dat besef ik mij ook wel. Je kan je baas, ik had van de week ook iemand die werkte in de zorg en die, ik zei, maar hoe doe je dat dan? Ik zei, vraagt jouw baas niet of je al behandeld bent? Ze zei, ik ontwijk mijn baas. Oh, ik zei, wat een goeie. Dat kan je ook doen. Mag ook, hè? En je kan natuurlijk ook zeggen, nee, ga ik niet doen, begin ik niet aan. En dan is het ook een keuze, wil jij nog voor zo'n werkgever blijven werken, of ga jij de keuze maken om ander werk te gaan doen waarin je wel de vrijheid hebt om op jouw eigen manier voor je lichaam te kunnen zorgen. Dus je hebt altijd keuzes. Ik zeg niet dat keuzes makkelijk zijn. Keuzes zijn hartstikke moeilijk. En de gevolgen van de keuzes zijn nog lastiger. Dus ik begrijp heel goed dat het dilemma's zijn. De wereld waarin wij leven, die verhardt. En dat is gewoon echt niet leuk. Als ik ook zie hoe mensen met elkaar omgaan. En als we dan die Schumann-resonantie afgelopen dagen zagen. Die gigantisch piekte. Maar de zonnestormen. En dat zag je in het schermpje ook. En je ziet het nog. Ik deel elke dag de Schumann-resonantie op mijn Lumeria pagina. En op Lumeria Facebook. En in mijn app zo nu en dan. Maar je kan altijd vinden op Telegram. En dan zie je het plaatje. Oh, wacht, dat kan ik wel even bijpakken. Ik ga er even iets over uitleggen. Ik heb hier een app voor. Ja, daar is die. En jullie zien hier allemaal witte pluimen. In het herfstmagazine, wat 1 september uitkomt, het Lumeria herfstmagazine, daar heb ik een heel mooi stuk over geschreven. Over wat hier gebeurt. En welke gevolgen dat voor je heeft en wat je eraan kan doen. Dat herfstnummer komt 1 september uit. En nu denken mensen, ik zag op een groep, die was iemand die zei, oh nou, dat wordt volgende week wat. Dit is eigenlijk van 3 dagen. Dus dit stukje, dit kleine pluimpje na deze grote pluim, als je deze grote, wacht even. Deze grote pluim, dit, was gisteren. En gisteren, ik dacht altijd dat 7 uur terug was, maar Toms doet het op deze tijd, als het goed is. Dus gisteren vanaf 6 uur tot 1 uur vannacht ongeveer, hebben we in deze wolk gezeten. Nu zitten wij, het is 12 uur in de middag, 13 uur, nu begint eigenlijk de opbouw alweer naar een nieuwe piek toe. Dat kan je ook zien. Alles is, dit was even, hier was even heel rustig. En dan, hier was even heel rustig. En hier begint het alweer op te bouwen. En ik denk dat er weer een grote piek aankomt. En dat is gewoon helemaal niet leuk. Voor de VIP's zal ik een documentje maken wat ik op de VIP-groep doe. Dan hoef je niet te wachten op het herfstmagazine, maar dan kan je dat op de VIP's doen. Je kan voor €4,99 per maand kan je VIP-lid worden. Vanmiddag gaan de kaart trekken voor ze. Je krijgt wat extra berichten. En je krijgt dus ook nu al een document waarin ik vertel hoe je met die Schumann kan omgaan. €4,99. Op mijn Lumeria kanaal lees je daar meer over. Ben jij VIP-lid hier via YouTube, doe mij dan even een bericht, een e-mail of een WhatsAppje of een bericht via Telegram. Want dan mag je ook gewoon lid worden van de Telegram groep waar ik dus dat documentje even ga neerzetten. Voor de rest, het is echt super onrustig. Ik heb zaterdagavond ook best wel een beetje een verschrikkelijk bericht gedaan. Maar zo voelde het ook dat er echt acuut iets zou gebeuren. En het kan ook best zijn dat er een aantal zaken zijn gebeurd, maar die niet
in het nieuws zijn gekomen. Ook de hele week voelt het gewoon onrustig. Het borrelt. En dat zie je nu aan die Schumann ook. Het is zo ontzettend rumoerig. Wij horen van Amerika veel berichten, maar het is over de hele wereld is het rumoerig. Zuid-Afrika explodeert. Daar is zometeen geen benzine meer te krijgen, geen eten meer te krijgen. Het is een complete anarchie geworden na de arrestatie en gevangenisstraf voor Zuma. En dan laten ze op het nieuws zien, gisteren op de televisie, dat ja, wij zijn van Zuma en wij gaan lekker plunderen. En als je dan op Telegram bent, dan hoor je hele andere berichten. Het is echt heel ernstig wat daar is. En er was inderdaad ook wel een prominent iemand die zei, jongens, zorg ervoor dat je spullen in huis hebt, want dat is er zometeen niet meer. En voor de winkeleigenaren is dat natuurlijk vreselijk. Maar dat is wel een situatie waarbij je gewoon niks meer kan krijgen. Geen eten, geen brandstof, niks meer. Het land is gewoon in woesternij op dit moment. Dus Zuid-Afrika, daar horen wij dus weinig van. En het is dus wel zaak dat je soms even goed kijkt wat gebeurt er allemaal. Onrust is ook in Nederland. We gaan gewoon giga-lockdowns krijgen. Nog erger dan wat we hebben gehad. En in Frankrijk de verplichte vaccinatie, daar zijn ze nu alweer mee bezig. Maar jongens, het was 14 juli. Dat is een hele belangrijke dag. Niet alleen voor de Fransen, ook voor ons. Eigenlijk heb ik vorig jaar ook al gezegd, jongens, kijk hoe de Franse revolutie begon. Dit is de feestdag gisteren van die Franse revolutie. En op die dag en de dag ervoor brengt Macron dus allerlei beperkingen. Soortgelijk aan waarom de Bastille toen bestormd werd. Jongens, herhaling van de geschiedenis. Ken je geschiedenis. Is zo ontzettend belangrijk. Ken je geschiedenis. En wij zitten gewoon in een hele grote verandering. Zorg ervoor dat je spullen in huis hebt. Dat is belangrijk. Zorg ervoor dat je gewoon dingen op orde hebt. Dan hoef je niet bang te zijn. Ja, zeggen ze in Zuid-Limburg nu. Leuk. Ik had een hele voorraad. En alles is weg. Staat een meter onder water. Ja, dat is gewoon hartstikke verdrietig. Dus, jij maakt voorraad voor jezelf. Maar ook voor je medemens. Want dat is ook belangrijk. Dat wanneer er iets gebeurt, je ook je buurman kan helpen. Dus ik hoop dat mensen in het zuiden van het land elkaar helpen. Wij kunnen alleen maar vanuit het noorden energie sturen en de regering vragen om de militairen naar het zuiden van het land te brengen en daar hun werk te gaan doen. Daar had hij wel een heel goed punt, die militair. Maar dat heb ik ook eerder wel eens gezegd. Hoeveel politiemensen hebben wij op 17 miljoen inwoners van Nederland? Volgens mij heb ik toen gezegd 60.000 en niemand zei dat is minder. En toen zei die militair, en dat was wel heel belangrijk wat hij vertelde. Dit zijn gewoon even gewoon cijfers die je ook bij de ministeries kan opvragen. 17 miljoen inwoners hebben wij. Laten we zeggen 60.000 politieagenten en hij had het over 40.000 militairen. Dus 100.000 op een bevolking van 17 miljoen. Ik wil daarmee helemaal niks zeggen. Ik wil alleen jullie dat even laten weten. Dat wanneer je het er niet mee eens bent, en wij boe zeggen, zij niks meer kunnen beginnen. Dus, nee, ik roep niet op tot geweld. Ik roep niet op tot rumoer. Ik roep wel op om je rechten te gaan halen. Want wij gaan, en ik heb toch verteld, het wordt een gruwelijke winter. Maar we krijgen een feest als we geen lockdown hebben, geen mondkapjes. En wij gewoon met de kerst gezellig kunnen eten. En dan is hier een gratis feest voor 100 personen. Dat mag dan ook. Ja.
Ja. Dat gaat het niet worden, denk ik. Ik zou het echt met alle liefde doen. Maar ik ben bang dat alles terugkomt. We gaan het meemaken, jongens. Blijf rustig, blijf kalm. Maar besef je wel dat alleen als wij met ons allen onze stem laten horen. Ik zeg ook op mijn groep. Wij kunnen met woorden ook heel veel doen. Als wij de kans krijgen en niet gecensureerd worden. Kunnen wij met woorden nog heel veel doen. Ook heel veel goede zaken. Hoffelijkheid is heel belangrijk. Dus protesteer. Ga gewoon. En dat moeten we eens even kijken hoe we dat kunnen doen. Want die kleine protesten die er nu zijn, zijn heel goed. Maar ik denk dat er toch een ander soort van verzet moet komen. Om de machthebbers te laten weten van wij zijn er. En hoe zit het dan met Gesara? Komt dat dan niet? Ja, dat is al aan de gang. Gesara is aan de gang. Dat wordt heel klein minimalistisch uitgerold. Wij horen over de hele wereld berichten dat leningen zijn afgelost. Poef, bestaan niet meer. Dat mensen geld krijgen. Maar het gaat heel langzaam. Dus Simon Parks zei van de week ook, het gaat gewoon hem ook veel te langzaam. Maar het is een gevecht, jongens. En Anders zei ook, het moet eerst uit Amerika komen en dan volgt Europa. Dus dat gevecht is gaande. Ook hier op de Nederlandse televisie zie je dat gevecht. RTL Boulevard. Men nam aan dat het een raketinslag was. Maar wat als nou de Whiteheads de controle overgenomen hebben? En je zag het eigenlijk in berichtgeving al. Ik vond de berichtgeving echt heel anders. Misschien niet eens beter. En ze hadden nu ook van Kjeld Nuis dat ze inderdaad ook aan de hand van de vaccinaties dat bericht ook deden dat hij daar last van had. En zelf bang was dat hij misschien niet meer zou kunnen schaatsen. Daar was ik ook wel benieuwd naar. Al die Olympische sporters moeten worden gevaccineerd. Dat vind ik best wel een heel groot risico. Natuurlijk moet dat omdat Japan het zegt. Maar er was eentje heel wijs. En ik snap dat die Olympische Spelen echt de kroon op je werk is. Dat is ook een superprestatie. Maar die kan over 4 jaar ook. En misschien mis je hem dan. Oudere spelers, oudere deelnemers, ze hebben al gewoon hun prijzen gewonnen. Hebben laten zien hoe goed ze zijn. En er mag geen publiek bij aanwezig zijn, hè? Ik ben nog benieuwd of het überhaupt doorgaat. We weten dat het doorgaat op het moment dat wij de eerste wedstrijden zien op de televisie. Dan weet je dat het doorgaat, maar ik weet het nog niet. En dus ja, de mensen krijgen dus nu ook last van de... En Kjell, nou, dit is natuurlijk, dat bedenk ik maar nu, dit zijn de zomerspelen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe ze met de behandelingen omgaan en of ze dan nog goed kunnen presteren. En er zullen zeker heel veel zijn die goed kunnen presteren, want ze hebben een heel sterk lichaam. Nou, tot zover. Jullie kunnen lid worden van mijn Lumeria kanaal en de wereldse gebeurtenissen. Wil je VIP lid worden, kan ook. Kost €4,99 per maand. En dan krijg je allemaal leuke extra dingen. Ik wens jullie een hele mooie dag. En besef wel, dit is mijn mening, hè? Mag ik verkondigen. En dan mogen jullie ook hartstikke commentaar op leveren. Tuurlijk mag dat. Dat is jouw mening. Wees wel hoffelijk in je woorden. Niet schreeuwen, geen hoofdletters, geen linken in de reacties. Dan vind ik alles prima. www.lumeria.nl. Vindt het filmpje even leuk of niet leuk? Mag ook. En je mag het ook delen. Dag lieve mensen, een mooie dag.